jongeren om me heen staan. Jongens, waar komen jullie allemaal vandaan? Apeldoorn, ja, Veendam. Veendam, jij komt uit Apeldoorn. Dus zeker. Wat kom je hier doen? Ja, gewoon een lekker feestje houden. Meer niet. Niet rellen, gewoon lekker feesten. Leuke gezelligheid. Met vrienden, met mensen die we niet kennen. Gewoon lekker lol maken. Ja, joh. Maar, en dan, hoe laat ga je weer naar huis? En hoe ga je weer naar huis? Zometeen, man. Het is echt ongeveer 2 uur reizen voor ons. En we gaan zo meteen weer terug. Maar het was gewoon leuk. We hebben lol gemaakt. Meer dan dat niet. Gewoon lekker lol maken. Apeldoorn de gekste, zeggen we altijd. Nou jongens, doe kalm aan. En drink niet te veel. Ja. Zo gaat het hier, nu aan deze kant van de stationsweg. Vanavond aan de andere kant van de stationsweg. Aan de andere kant waar Mette en haar ouders wonen. Daar werd ja, geen feestje gevierd, zo kun je dat niet meer noemen. Daar liep het volledig uit de hand. En zo heeft de 16-jarige Mette dat allemaal niet bedoeld. Zo hebben wij het ook niet bedoeld. Maar dit krijg je wanneer je met televisiecamera's ook op pad gaat. En gaat kijken van jongens, gebeurt er wat? Gebeurt er niets? Ja, dat is anno 2012. Is dat zoals dingen soms misgaan. Een uitnodiging die door de 16-jarige Mette verstuurd werd via Facebook. Het was bedoeld voor haar vrienden. Het kwam ja, eigenlijk over de hele wereld kwam het terecht. Want ja, de wereld is een klein dorp met sociale media als Twitter, als Facebook. En dan krijg je dus dit soort toestanden zoals vanavond. Honderden mensen, duizenden mensen die vanaf die kant, vanaf het station zijn gekomen. Om de stationsweg heen zijn gewandeld. En naar de andere kant van de straat vooral zijn gegaan. Misschien dat we daar nog even wat beelden van kunnen laten zien, want daar liep het uit de hand. Hier worden we niet zo zenuwachtig van wat hier om me heen gebeurt. Maar daar, aan de andere kant van de straat, daar is het vanavond wel misgegaan. Ja, dankjewel, Aaron Bodden.